Welkom bij vlog 58. 58? Oh, en wat gebeurt er nu, Orno? Een knalletje wat bijgewerkt. Ja. Is dat moeilijk difficile? Bastante difficile. Irritante difficile. La bicicleta holandesa siempre es un difficile. Ja. Oh. Ja. 11 uur. 11 uur. Wat zijn we eigenlijk? Zo, ja. Ineke. Kan je dat doen? Een feestje vieren. Goedemiddag, Orno. Dag, Ineke. Waar gaan we naartoe? We gaan naar het centrum van Puerto de Mazarón. We gaan weer fietsen dus. We gaan weer fietsen, klopt. Nou, kom maar naar buiten. Kom maar naar buiten. Want waar de vogeltjes fluiten. Ja. Even de deur op slot. Oh, het zit nog vast. Het zit nog vast, hè? Ja. Welkom bij vlog 58. 58? 58. Dat is nogal wat. Dat is nogal wat. Vlog 57 staat al klaar. Voor zondag, voor zondag. 28 april. Yep. En ik hoop dat die weer net zo goed bekeken wordt als vlog 56. Ja. Ja. Oké. Okay. We zijn er zoveel, we raken helemaal in de war. We gaan fietsen. Ja. Maar vertel eens, wat heb je allemaal gegeten? In de... Ik heb pasta gegeten met zalm, garnalen, room, een beetje roomsaus, rucola. Ja, maar dat was het vorige keer. Hè? Jij wist niet wat de vorige keer nee, was. Nee, de rocket, maar dat is Engels rucola, voor rucola. Ja. En als toetje heb ik een cheesecake uit een potje. Maar wel lekker. Uit een potje, ja, uit een glazen wekpotje, zo'n beetje achter. Ja. En wat ga jij zo doen? Naar de kapper? Ik ga zo naar de kapper, naar de barbier. Wat heb jij gegeten? Ik heb deze keer... Ik zal even belangstelling tonen. ik heb deze keer geen pizza gegeten. Ik heb deze keer ravioli gegeten. Maar wel weer met een kaassaus. Met een lekkere kaassaus. Was echt machtig. Maar de volgende keer neem ik het toch niet meer. Oh, te? Of, Nou, het was wel lekker, maar ik heb nu nog het idee, ik kan nog wel een portie op. Oh. Dus, maar dat had ik met de kaaspizza niet. Maar inderdaad, we gaan zo naar de kapper. Baardje gaat eraf, snorretje. Tenminste af, er wordt helemaal gekortwiekt. En haar wordt even geknipt, zijkantjes kort. Maar dat laten we wel zien als we erin geweest zijn. Ja. Nou, Ineke, je hebt betaald, hè? Ja, ik heb betaald. Ik ben weer hoe noem je dat? Een paar eurootjes lichter. Ja. Gaat gelukkig niet van mijn zakgeld af. Zoals de bekeuring vorig jaar in Spanje. Nee, dus deze dat scheelt alweer. Maar we gaan naar de kapper, naar de barbier. Ja, we gaan even rustig naar de fietsen lopen. Ja. En dan gaan we rustig gaan naar de kapper heen. Ja, jij moet gekortwiekt worden. Ik moet gekortwiekt worden, zoals ik al zei. Ja. Baardje, snorretje, haartjes. Dan kan ik er weer tegenaan. Ja. Nou. Ik zit al bij de kapper, bij de barbier. Die zeker is niet laat al erop. Dan hebben we weer een materiaal. Ik denk dat het wel goed komt, hè? Laten we het hopen. Ja, ik zal het eindresultaat nog even laten zien. Ja. Oké. Okay. Straks als je de baard en de snor nog gaat doen. Ja, oké. Okay. Zo, Orno, we zijn weer een stukje af, hè? Ja, gaat hard, hè? Ja, we gaan weer even een aparte... Wat zeg je? Aparte behandeling. Ja, zeker, ja. Zelfs al een beetje poeder in mijn haar gaat. Ja. Nou, ik denk dat het wel mooi wordt. Ik denk het ook wel. Oké. Oh, en wat gebeurt er nu, Orno? Een knalletje wat bijgewerkt. Ja. Ziet er al een stuk beter uit. Ja? Ja. En bedankt, hè. Ja. Tot zo bij het eindresultaat. Hey, is dat de finishing touch? Dat is de finishing touch.
explicaba en la fila, tío, que me referí yo de un trabajo para poder estudiar y no trabajar. Y eso es para que... Ja, het is nu weer goed geknipt. Ja, maar dat barbiers nooit dames kunnen. Ik denk dat ze dat best heel goed kunnen. Denk je ook niet? Nee. Nou, knap ventje weer hoor. Ja, muy bueno. Está muy difícil. Bastante difícil. Irritante difícil. Bicicleta holandesa siempre son difíciles. No, pero quiero la cama. De holandesa es difícil. Sí. Le pone aquí. Pone aquí una. Pone aquí un de pala, aquí en el medio. No, no, dame no. Aquí. Al de palo, así. Nou, goedemorgen, Orno. Goedemorgen, Ineke. Het is vrijdag. Alles weer opgeruimd. Ja. Betaald. Betaald. En nu gaan we. Nu gaan we naar Aspen. Naar het kartonnen huis. Ja. Nog gas tanken. Ik weet niet of we nog diesel moeten tanken, maar dat zien we wel. Oké. Hasta luego. Nou, toch hoort ie. Op naar de volgende plek. En dat is, zoals Orno al zei, het kartonnen huis in Aspen. Zo zijn we vertrokken bij Las Torres. Ja, klopt. En we zijn onderweg naar het kartonnen huis. Ja, we hebben boodschappen gedaan. Gas getankt weer. Klopt ook nog allemaal. En nu weer onderweg naar het kartonnen huis. Nog geen anderhalf uur rijden, dus. Nee. 10:50 zijn we er ongeveer. Mooie tijd. Ja. Nou. Ik heb niks meer te vertellen. Ik ook niet. Dan laten we het hierbij. Voorlopig. Zo, en waar zijn wij nu, mevrouw Zwikker? Volgens mij zijn we bij het kartonnen huis. Bij het kartonnen huis. Oh, dat staat hier, hè? Ja. Ja, je kan het niet helemaal lezen, nee. Want er staan stoelen voor. Maar die kan ik niet weghalen, want er valt mijn biertje op de grond. En ik hoor daar wat geluiden. Ja, volgens mij zijn ze de boel aan het optuigen voor morgen, want dan is het Koningsdag. Oh, en hebben we een feestje dan? Ja, waar is het feestje nou hier? Hier is het feestje. Ja. In Spanje, Koningsdag, op het kartonhuis. Nou, we gaan even kijken hoe het daar aan toe gaat. Ja, ik zal eens even meelopen. Ja. Naar de kroeg, de bar. De bar van Gina en David. Gina en David, ik zeg steeds Gina. Mooi strak aangelegd pad. Het zwembad. Ja. Nu even te koud. Het wordt trouwens nog wat kouder, jammer genoeg. Dan zijn we bij de feesttent. En dan hebben we een andere bekende vlogger. Of tenminste, op die op de vlog staat. Martin, lampje 2.0. Chapeau. Hey. Zijn we weer de boel aan het versieren, hè? Ja. Ja, maar je vrouw heb je al versierd een keer, hè? Ja. Vraag om een spijt. Oh mijn god. Oh, is het niveau mijn niveau aan het worden? Goed zo. En de Big Boss. Vraag of de Big Boss. Ja. De Big Boss is de muziek even aan het aanzetten. Is de muziek aan het aanzetten? Ja. Voor vanmorgen. Ja. Want ik hoor dat er morgen een feestje is. Morgen is het. En het is elke dag feest hier. Oh. Ja. Behalve morgen is het natuurlijk. Feest van onze grote vriend. Ja, onze grote vriend, ja. Ja. Nou. Ja, dan gaan we even kijken. Aankrijg. Er kunnen hier zelfs plaatjes gedraaid worden. Ja. Uit de oude doos.
Sowieso. Ja. Ik vind mijn vrouw ook een plaatje, hoor. Ja? Ja. Uit, hè? Zelfs de gebied is een plaatje. Ja, ik wil het zeggen. Martin, wordt allemaal opgenomen, Martin? Ja, dat mag. Dat mag. Het moet meer nou niet, of hoort ze? Sorry. Miranda, we nu al niet van denken. En Peter. Nou, ik denk dat die Peter. Hallo. Oh, de stemming komt er al aardig in. Ja. Oh. Hallo. Hier zijn nog wijnranken. Oh ja, hier staan nog wijnranken. Ja. Druivenranken. Hier komen nieuwe plekken. 4 stuks, grote XL plekken, maar niet voor XL campus. Voor gewone campus. Met alleen grote plekken. En die plekken bij de ingang die gaan weg. Dan blijven er 2 van de 4 over en dat worden aanrijplaatsen. Aanrijplaatsen voor 1 of 2 nachtjes. Hier is een herendouche. Herendouche, damesdouche is hier. Ja. Daarachter kan je afwassen. Ja. Toilet is hier. De massagesalon. De massagesalon. Hij kan Dave kan heerlijk masseren. Ja. Echt sportmassage. Oh ja, dat is ook. Privé afwasplek. Nou ja, privé. Nou, lekker dichtbij. Lekker dichtbij in ieder geval. We niet de halve camping meer open. Ja. Hey, hallo. Dag Ineke. Het is vandaag Koningsdag. Vandaag Koningsdag. Ja, in Nederland, hè? Ja, hier niet, maar op de camperplaats waar we zijn. Het is een kartonnen huis. Daar gaan we het vanmiddag wel een feestje maken. Ja, gewoon een feestje maken. Ja. Oh. Oh. Ja. 11 uur. 11 uur. Waar zijn we eigenlijk? In Aspen. Aspen. Wat heb je besteld? Cappuccino voor jou, cappuccino voor mij. Oh ja, dat komt er nu aan. Ja. Gracias. Gracias. Maar hier zijn we al een keer geweest. Ja, hier zijn we al een keer geweest. Vorig jaar, denk ik. Hebben we wat gedronken ook hier. Ja. In Café Ankara. Leuk plek. Ja, we zijn nog kleintje. Dus we gaan even genieten van ons kopje cappuccino. Ja. Zo Ineke, wat ben je aan het doen? Feestje vieren. Daar is het feest. Koningsdag. Ja. Okay. Dus we hebben een oranje bittertje gedronken. Zijn spelletjes om te doen. En dan gaan ze lekker zitten, kletsen. Ben je nog aan het oefenen of ben je afgerond? Nee, ik wil dat doen. Lampje 22. We gaan beginnen. We gaan beginnen. Goedemorgen, Arno. Goedemorgen, Ineke. En kijkers van onze vlog. Ja, we zijn net vertrokken bij het kartonnen huis. Ja. We zijn leuk uitgezwaaid. Ja,
En nu gaan we op weg naar Valencia. Ja, klopt. We hebben een camperplaats gereserveerd. Het weer is, druilerig. Druilerig, ja. Regenachtig, alhoewel het nu droog is. En bij deze gaan we vlog 58 afsluiten. Ja. Abonneren, duimpje, reacties, altijd leuk. Ja. En dan zeggen we, tot de volgende vlog. Tot de volgende vlog. I'm always